Hallo waterliefhebbers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Stel je zwemvijvervraag. Vandaag heb ik een vraag gekregen van iemand die zich afvraagt of je zijn kooivijver kan veranderen in een zwemvijver. Nou, hier heb ik de vraag staan en het gaat om iemand die een huis heeft gekocht waar hij een kooivijver bij heeft. Nou, hij vindt de vijver er wel mooi uitzien, maar hij zou toch graag een zwemvijver willen. En heeft hij wat foto's meegestuurd en vraagt hij of dat mogelijk is. Ik zal de foto's er even bij pakken. Nou, je ziet dat het een mooie rechte gemetselde kooivijver is. Het water wordt naar het hogere gedeelte gepompt, dat zwarte stenen muurtje. En daar staat wat bamboe in, dat was voor de sier. En er staat ook een filterbak in, waar het water in wordt gefilterd. En via een waterval komt het dan weer terug. Je kunt inderdaad van een bestaande vijver een zwemvijver maken. Bij de ene vijver zal het wat makkelijker zijn dan de andere. Bij deze vijver zie ik al wel gelijk een paar opties die je zou kunnen doen. Wat je sowieso moet doen om van een kooivijver een zwemvijver te maken, is de pomp vervangen. Hier staat gewoon een vijverpomp in het water. Dat is zelfs verboden, want dat is te gevaarlijk vanwege de elektriciteit. Dus je moet dan kiezen voor een pomp in droogopstelling of een luchtpomp. Daar heb ik ook net mijn vorige filmpje ging er ook over, wanneer je voor een luchtpomp of een vijverpomp moest kiezen. Dus kijk die ook zeker even. Je moet hier dus de hoogte in, want er zit nu een waterval al in. Dus de snelste manier om er een zwemvijver van te maken is om er een pomp in droogopstelling op te zetten en die gewoon op de filter aan te sluiten. Vooral omdat een kooivijver is vaak ook heel vervuilend, dus die filterbak zou het goed aan moeten kunnen. Waarschijnlijk ook met een zwemvijver om het helder te houden. Dus optie 1 is gewoon simpel de pomp te vervangen en natuurlijk de tralies verwijderen. Maar dan heb je eigenlijk nog niet echt de werking van een natuurlijke zwemvijver waarbij het water echt door het substraat en de planten gaat. Je zou er dus ook voor kunnen kiezen om de filter te houden en dan daarvoor waar nu de bamboe staat, daar een gedeelte een plantenfilter te maken en dat het ook weer via de waterval terugstroomt. Of de laatste optie, misschien wel de mooiste optie, is om dat hele gemetselde stuk daarachter, de filter te verwijderen en helemaal te vullen met folie en dan lavasubstraat. Omdat het oppervlak is niet zo groot als de zwemvijver, dus ik zal wel echt voor lavasubstraat kiezen in plaats van voor grind. En dan kun je daar gewoon de planten in zetten en kun je het alsnog via de waterval terug laten stromen. Zo kun je op een relatief simpele manier deze kooivijver veranderen in een zwemvijver. Om van een bestaande vijver een zwemvijver te maken, moet je een manier vinden waardoor je het plantenfilter kan afscheiden van het zwemgedeelte. In deze vijver zou dat heel goed kunnen, omdat je bij die waterval al een apart filtergedeelte hebt. Omdat deze vijver rechthoekig is met rechte wanden, is het ook al makkelijker om hier ergens een tussenwand in te zetten met een apart plantenfilter. Bij een ronde vijver met een oplopende wand is het dan een stuk lastiger om daar een plantenfilter in te maken. Zo kun je bijvoorbeeld zelfs van een zwembad een zwemvijver maken. Ik hoop dat ik met dit antwoord naast de vraagsteller ook andere mensen heb kunnen helpen. Heb je zelf ook nog een zwemvijvervraag? Laat die even weten in een reactie of stuur een mailtje. En dan zal ik die ook gaan behandelen in de video. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Later.